Ja, Jaraski op YouTube was al in gebruik. Hoe dan? Ja, zou ik het zeggen? Ja, maar dit is een beetje awkward, ouwe. Je had het ja, al nu ik kwam de exposed, hoor. Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen met Angelo. Hallo. Hallo, met Ryan. Hallo. Hallo, en met Mike. Kiekeboe. Kiekeboe. En we gaan natuurlijk vandaag weer drie verschillende races racen, dus heb je er nou zin in, ram natuurlijk op de thee. Kijk op het lijken op, zou ik super gaaf vinden. En voor hoeveel duimpjes gaan we, Mike? Omdat je eerst ligt, ik mis de checkpoint. Nee, ik lig derde. Oh, wie ligt er eerst dan? Nee. Wacht, Ryan niet meer. Ik nee, jij. Eerst. Oh, ik lig eerste. Nou, dan gaan we voor de 3000 duimpjes. Ah, mooi. Ik wou het aan de eerste plek vragen, maar ja, nu lig ik zelf eerste. Want dan schiet het ook niet op. Nou, ik dacht, we doen weer een keer een speciale voertuigrace. Oh, ja, met de Ruiner. Nee. Met de Ruiner, inderdaad. Want dat is wel leuk. Dan kunnen we lekker springen. Al spring ik nu veel te vroeg. Ja. Ja, ik wou het even laten zien, maar dat was niet zo handig. Hey, later bro, ik rijd er wel voor me heen. Ik wou laten zien dat we konden springen, Angelo, maar ik wist niet dat we daar een sprong hadden. Ja, net daar een sprong. Met een lekkere timing ook, hè. Ja joh. Ah joh, maakt niet uit. Jij hebben we nou dezelfde kleuren, Mike? Ja. Jij hebt bijna al, hè? Ja, ik heb hem heel donker, of ja, licht oranje, ik weet niet. Ga jij even wachten? Jij hebt hem donker oranje, ik heb een geel. Kan je even wachten. Ja, moet je dit falen, Ryan? Ja, ik mis die checkpoint daar. Twee keer? Je wist nee, daar, nee, daar aan het begin. Want nergens op sloeg. Maar je kan links en naar rechts gaan. Ik ben links gegaan. Ah, ik ga naar rechts. Ja, ik ga ook naar rechts. Oh, ik wilde springen, maar gelukkig kom ik door het hekje door. Maar rechts is veel sneller. Dat was een bordje. Maar rechts is bang van dat hekje. Hobbelpad. Hobbelpad. Zo, wat doe jij nou, Ryan? Ja, anders kwam ik tegen de stenen aan. Hij springt er gewoon overheen, joh, die gek. Nou, je hebt een Ruiner, dus het mag. Oh, scherpe bocht daar, kijk uit. Ik voel me net een haas die aan het huppelen is. Oh, springen! Oh! Ik vind het wel altijd leuk hoor, want je moet een beetje opletten ook namelijk. Ja, parcours races. Zijn leuke races. Met de Ruiner vind ik ook wel geinig altijd hoor. Zolang het maar niet te lastig is, want als wat ik daar in de lucht zie, dan wordt het zo meteen wat moeilijker. Ja. Maar wij zijn de pro's hoor, dus wij kunnen... Ja, wij zijn de echte race-pro's van heel YouTube. Pas maar op. Ja? Ja, ja, wij crashen nooit. Heb je ons ooit zien crashen, Ryan? Ja. Ik heb hem niet. Jij face-to-face. Yo. Doei. Ik heb niet eens mijn parachute gebruikt, ik hou jullie allemaal vol vaart in bij. Ja, ik heb de checkpoint wel. Oh, je hebt een checkpoint wel. Je hoeft je parachute wel te gebruiken. Ja, ik wel. Hey, Mike, wie zou dat? Ja, Ike. Ike. Oh, nu moet je wel echt gaan vliegen, ja. Ja. Nou, oh, en maar die checkpoint hangt in de lucht, dus op het moment dat je hem faalt, nou die span je in de lucht zometeen ook. Dus je moet wel oppassen. Ja, maar je hebt een parachute, hè? Ja, dat is wel waar. Ik ga te laag. Lekker relaxen, gewoon lekker in de lucht, even lekker zweven. Lekker zweven. Halleluja. I believe I can fly. I believe I can touch the checkpoint. I think about it every night and day. Dat Ryan weer een DNF heeft. We zijn ook niet helemaal goed op. Ah nee, it's fly away. Ik heb een probleem, ik mis die schans. Oh, haal ik hem nu wel? Ik ga langs de checkpoint, wat is dit? Echt? Ik vlieg zo hoog dat ik er langs ga. Ik kreeg alleen de turbo Ik weet nu niet. Echt, ik ben aan het vliegen, maar ik hoop dat ik hem haal. Ja, Jan is ons gewoon aan het naaien met die checkpoint. Nee, ik ben de pro, hè. Je zei het net, Jan, je bent de pro. Je zijn niet wij zijn pro's, je zijn Jan. Ik heb echt... Ik ben een checkpoint is veel te hoog, jongen. Ik hoor gewoon wat ik wil horen. Ik ben echt een cheater, jongen. Dat zie je er op de laatste plek, dan ben je niet echt een goede cheater. Bro, kijk jij ze achteruit kijk spiegel. Ben je tweede? Ja, hij is tweede. Angelo en ik hebben hem gefaald. Goed zo. Maar ik ging juist een checkpoint. Ik heb die sprongetjes allemaal in één keer kunnen doen. Ik ook. Ik heb die schans ook niet geraakt. Ik heb alleen de turbo geraakt. Lekker. Hier moeten we wel weer springen. Hey jongens. Hallo. Hey, een beetje achter. Ja, een half rondje. Waarom moet je hier springen? Je hoeft niet. Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik sprong gewoon. Hey, we kunnen springen, dus ik spring, ja. Ja, maar dit is een toilet, hè, jongens. Oh. Is dit een toilet? Ja. Is het een wc? Oh, dit is een wc. Rij ligt de eerste, want ik miste de checkpoint. Ah. Zijn er twee laps? Oh ja, nu en zie hier is de finish. Jongens, hier is de finish. Ryan wordt eerste. Nee. Oh, niet. Oh, ik bedoel, ja, yeah, nice, Ryan. Oh, hier, hier is de finish. Gebeuren. Oh, wacht, ik ga in het gat. Oh, we zijn echt door het toilet aan het spoelen, inderdaad. Ja.
Als jouw toilet zo klinkt, draaien dan. Het is wel echt een glittertoilet, dit. Het is een disco-toilet. Ik heb gewoon een toilet van de koning. Hebben jullie zo'n toilet dat je zeg maar je achterste kan wassen of niet? Nee. Wat? Ik heb dat. Ja, dat heb je ook in Amerika en in China en alles. Dat gaat er zo'n straaltje, ja, maar ik heb dat nog nooit geprobeerd. En voor me hebben ze dat ook gewoon in bij tankstations volgens mij. Echt? Ja. Ja, ik ga het bijna anders zeggen. Dat is veel. Nee, laat maar. Ik ga het er niet over hebben. Dat was in ieder geval de allereerste race. We zijn door het toilet gespoeld. Rijn is eerst inderdaad. Dus we gaan meteen door naar race 2. De volgende race gaat ook van start. Rocket Voltic, jongens. Kijk. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Turbo! Ja, Turbo! Turbo! Races. Ja, dat vind ik wel leuk een keer. Turbo! Waarom is hij in content? Turbo! Ja, gelukkig. Ja, omdat dit echt gaat voor degene die het beste is. Nee, maar jullie weten dat ik dan iemand... het beste ben. Ja, worden gewoon eerst een tweede. Dat denken jullie. Nee, anders had ik jou gebeukt, Ryan. Dus ja, nee, daarom gaat deze race erom wie de beste is. Maar dat was de vorige race ook, alleen die telde niet mee, want Ryan was eerst. Dus dan ja, wat is dit? Ja, dan telt het niet mee, hè? Dan klopt het niet. Dat is letterlijk een trash race. Oké, hey. Ik heb een deal, ja, jongens. Ja? Iedereen mag één belediging maken in deze video. Naar iemand naar keuze. Belediging? Ja? Dan zijn we weer aardig. Oké, wie wil er beginnen? Ryan wil wel beginnen. Nee. Jawel, Ryan. Het mag, hè? Het is vriendschappelijk. Het is als een grapje bedoeld. Bloed, jongen. Jawel. Nee, kom op. Nou, dit wel in je bloed. Kom op, Ryan. Nee, ik ga niet. Eén belediging. Nee, je kan niet. Jawel, kom op. Je hebt iets in je hoofd. Je weet al iets, maar je durft het niet te zeggen. Nee, ik weet niet. Ik heb zoveel in mijn hoofd. Dat is helemaal erg, gewoon. Nee, durf je het niet? Nee, jawel, maar ik weet niet wat ik ga zeggen. Ja, zeg dan. Ik ga het zeggen. Oh, is wel een vette race, by the way. Ja. Jij doet het tussendoor. Oh, ja, ja, vette race. Ja, sorry hoor. Zo zijn we elkaar beledigen. Ja, dat is gewoon als grapje. Dat moet je toch hebben van vrienden. Je moet toch een beetje wat van elkaar kunnen hebben. Hij zit echt aan alles te denken nu. Ja, of hij zit gewoon... Of hij zit gewoon niet na te denken, hij wil gewoon eerst horen. Jawel, nee. Hij zit aan iets te denken, maar hij durft het volgens mij niet te zeggen. Wauw. Ik weet echt niks hoor. Waarom moet ik al zien? Ik weet zelf ook niks. Daarom. Ja, dat ik ook is niet. Ik vind dat Angelo eerst moet. Nou, Angelo, kom op. Angelo zit er nog niet zo lang bij. Nou, waarom moet ik hier? Nee, Angelo, jij bent er als laatste bijgekomen in de races om mee te doen. Ja, maar dan moet jij niet als eerste. Mag nooit meer meedoen naar die opmerking. Gewoon iets onaardigs. Dit mag een keer. Ja, maar vind ik zo sneu. Waarom is dat sneu? Ja, om ineens zoiets onaardigs te zeggen. Ja, maar dat is toch grappig? Ja, maar als je er één weet, dan is het grappig, maar als je er niet één weet... Ja, moet ik erin. Nee, oké. Nou, we zijn niet zo goed in beledigen, denk ik. Nee, we zijn allemaal gewoon aardig voor elkaar. Ja, maar Mike beledigt zichzelf. Nou, nee, Mike beledigt zichzelf. Ik beledig mezelf ook altijd, dat moet toch kunnen. Nee, we gaan nooit meedoen aan een roos, denk ik. Nee? Nee, daar zijn we niet zo goed in. Nee. Maar... Ik ga wel meedoen aan races uitkiezen voor iedereen, want daar ben ik wel goed in. Ja. Hey, mooi bruggetje, hè? Ik vind het serieus wel een leuke race, hoor. Ja, maar ik lieg hier het laatste. Echt? Wat is het nou, Angelo? Wie ligt de eerste? Ja, wie denk je? Jij. Als ik, Jan, ik heb een roast. Ryan. Oh, ja. Oké. Je bent zo slecht in Call of Duty, hè, Jan? Ja? Dat je moeder laat spelen. Oké, dan moet ik wel echt slecht zijn, ja. Oh. Wow. Hey, mijn moeder had 2 kills, ja, in 4 minuten tijd. Ja. Of nee, 4 zelfs. Ja, stiekem was je gewoon doen alsof dat jij de controle was. Nee, want je ziet mijn handen, lul, dus ik kan helemaal niet. Nou, oké, was wel goed. Goeie rij. Nee, was eigenlijk echt slecht. Goeie. Nee, was wel een klein beetje slecht. Ja, dacht ik al. Mag wel, hè. Ryan is zo goed dat hij volgende tweede keer eerste wordt. Ja, je ligt. Maar hoezo lig jij weer eerste? Hoe kan dit? Omdat ik goed ben. Omdat ik kustenhuis stiekem. Special 4 core races. Nee. Ja, daar ben je inderdaad goed in, ja. 4 core races.
vierde komen. Ja, kijk, ik word hier nu is de finish namelijk. Ja, hier is de finish. Oh, Rijn is gewoon twee keer eerst. Ja, maar dan moeten we de laatste race er wel even iets aan gaan veranderen. Ja. Ja, ik denk, weet je wat het is? Nee, ik niet. Jawel, ik ga weer contact aanzetten. Ja, goed idee. Kom maar. Dan met die non contact. Ja, kom maar. Zou je nou echt kom maar? Ja, is goed hè. Kom er maar. Kom. In ieder geval, iedereen is gefinished. Dus we gaan door naar de laatste race. De laatste race gaat ook beginnen op de Faggio op de scooter. Daar gaan we! Yeah! Ik heb de stopwoorden, jongens. Ik pak links. Nee, je moet het midden pakken. Wat? Wie was dat? Wie pakte dat sprong? Ja, ik heb. Oh mijn god, dat is weer een beetje jammer. Het was een beetje een scherp bochtje. Het is een beetje een scherp bochtje. Ik val er ook af. Oh, iedereen is eraf. Angelo is er ook vanaf. Ja. Rij je lekker bezig, hou. Oké, jongens, gaan we aardig doen voor elkaar sowieso. Niet dat ik al volle vaars op dit tegen mijn haar rijden. Nee. Ik hoor hem. Jongen! Ik hoorde je gewoon. Ik hoorde je motortje. Ja, lekker voel je. Jongens, kom op. Want anders gaat... Ik heb de contact eraan gezet. Shit, jongen. Ja, ga jullie eerst. Dankjewel. Ga maar eerst. Ah, wacht, ik zit niet lekker op mijn stoel. Nee, rijden! Daar gaat je. Ik zat op mijn been. Echt? En dan gaat hij slapen, hè? Ja. Ah, zo zit ik te lang op de wc Pokémon te vangen en dan gaat mijn voet slapen. Dat is echt vervelend. Ik heb altijd zo'n rode plekken op mijn been. Ja, ik ook, omdat ik heel tijd... Ik zit altijd op de wc Pokémon te vangen. Alles is het ook zo saai. Nee! Oh, ik werd bang, jongen. Nee, Mike, niet doen. Vandaag is de dag dat we dat niet doen. Nou. Rijn heeft me net beledigd. Ik voel me niet meer fijn nu. Ja, maar je mag me terug beledigen. Oh. Ja, maar ik ben er niet zo goed in. Ook niet. Rijn, jij bent zo slecht in GTA races, dat je van de 5000 races die je hebt gedaan, pas 300 keer eerste bent geworden. Ja! Oh. Hey! Nou, ik heb mijn best erop gedaan, Rijn. Ja. Het voelt ons volgens mij echt niet wat we tegen elkaar zeggen. Jongen, dit is scootertje remt niet. Nee, dat is hij inderdaad niet zo goed in. Mike is zo goed. Oh, ben je op het einde daar eraf gevallen? Ja. Mike is zo goed dat hij kampioen is in dames racen. In dames, ja, maar dat is ook een belediging naar de dames. Ja. Wat is dit nou? Je beledigt gewoon iedereen meteen. Zo is dat een belediging van de dames. Omdat je dan wil zeggen dat dames races makkelijker zijn dan mannen races. Al niet. Oh, wat bedoel je er dan mee? Competitie dames racen. Nee. Oh. Ja? Maar waarom race je dan met de dames mee? Ja, maar Mike is een vrouw. Oh, heb je iets te vertellen? Ja, dat kan toch? Ik vind het niet erg hoor, Mike. Als je iets te zeggen hebt, Mike, dan mag het. Nee, zeker niet. Also, reis even door, Mike, jongen. Nee. Ja, trage. Hey, jongens. Ik heb een grap. Oh, ja, hard gaan. Ik ben zo sexy dat ik hier in de Ring of Fire sta. Oh mijn god. Ja. Ik weet niet waar het niveau is gebleven, maar... Ja, dat niveau is er niet meer, Jan. Nee, Ryan die heeft het niveau gewoon helemaal weggehaald nu. Ja, er is gewoon niks meer. Iedereen heeft deze video nu weggeklikt. Ja bro, het niveau moet toch beleefd zijn. Dit is een video. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik ben wel goed in mezelf, bro. Naar de checkpoint. Nee, ik weet het al wat ik moet doen. Ja, hey, no AG Gaming, jij bent echt een stroom. AG Gaming? Waarom weet je eigenlijk AG Gaming? Angelo Gaming, staat het daarvoor? Ja, want J is wel mijn achternaam, hè. Oh. Mijn initialen. Maar waarom dan Gaming 277 ook nog eens? Waarom ook nog die getallen erachter? Ja, weet je wat leuk is? AG Gaming zonder die 277 was al bezet. Echt? Ja, dit was maar gewoon... Maar kon je dan niet gewoon beter Angelo Gaming doen of zo? Ja, ik probeer niet te beuken, Mike, maar dat ging niet even. Nou, ik zat nog even... Waarom Jaraski Gaming? Omdat Jaraski al in gebruik was. Echt? En het... Ja, Jaraski op YouTube was al in gebruik. Hoe dan? Ja, zou ik het zeggen. Ja, maar dit is een beetje awkward, ouwe. Je had het ja, al nu kwam de exposed, hoor. Ik had een YouTube-account aangemaakt, die heette Jaraski. Alleen ik was daar het wachtwoord van en de e-mail van vergeten. Echt? Dus toen moest ik een nieuw aanmaken, toen was Jaraski dus al in gebruik. Nee. Oh, dus daarom weet ik op YouTube. Daarom weet ik op YouTube. YouTube.com/JaraskiGaming. En zal ik ook zeggen waarom Jaraski Place met een S al in gebruik was? Kijk het eens. Nee. Omdat ik daar ook het wachtwoord van was vergeten. Waarom? Dus daarom weet ik. Daarom is mijn link YouTube.com/JaraskiPlace met een Z. Had je al video's? Nee, maar ik had gewoon een YouTube-account aangemaakt. Het is leuk, als ik een tweede kanaal begin, heb ik alvast een link.
Maar dan ben ik, toen was ik een wachtwoord. Jongen, wat schrijf er ergens op van dat ding? Ik ben niet zo slim af en toe, hè. Oh my, wat is dit? We moeten over die treindingetjes heen. Echt, maar waarom heet jij dan Rijn de Bakker met een streepje, lage streepje, streepje? Dat vond ik gewoon leuk. Dat vond ik gewoon leuk! Maar dat ziet er toch niet mooi uit? Het is toch veel mooier als je dat niet had? Ja bro, weet je hoe oud ik was? Nou? 18. Oké. Okay. Nee, grapje. Nee, ik weet niet. Volgens mij was ik 15. Oh ja. Nou ja, ik heette vroeger ook X Dark Wolf X. En ik heette vroeger ook XX Jantje XX. Ik Rijn de Zombie. Rijn de Zombie heb jij ook nog, ja. Ja, rare accounts hebben we allemaal gehad. En ik heette vroeger Super Nassie. Alleen al die Duitsers dachten altijd dat er iets anders stond, wat ik niet ga opnoemen. Mijn broer die heette Super Bami. Je moet op dat flightboard naar rechts. Oh. Mijn broer die heette Super Bami, dus ik dacht, dat is leuk, dan noem ik mezelf Super Nassie. Dat is grappig. Maar ja, al die Duitsers die denken natuurlijk dat er iets anders staat. Dus dat heb ik maar veranderd. Ja, dat is een... Je moet één letter veranderen in een andere letter die erop lijkt. Ja. Dus ik had het toen veranderd in X Dark Wolf X. Dat klinkt wel dat echt ook... spannend hoor. Ja, maar X Dark Wolf X was al in gebruik. Dus... Ik hoor altijd... Erg gedaan. Oh, lekker jongens, lekker. Ik hoor altijd Pray for the Win heten. Pray for the Win? Ja. Ja, maar dat is zo'n naam, die hebben al, dat heet al duizend ja, accounts. Ja, ja. Maar die had ik wel zelf verzonnen. En hoe kom jij op Magic Mike, Mike? Nou, dat vragen heel veel mensen ook tijdens mijn livestream zelf. Van de film? Oh. Nee, niet van de film. Oh, ja, ik dacht van een Lord of the Rings gekeken. Nee, een vriend van mij. Een vriend van mij vroeger. Heeft gewoon Gandalf gestolen. Die zei vroeger voor mij gewoon een keer Magic Mike gewoon. Ja, op een gegeven moment ging ik de PlayStation kopen. Ja, wat voor naam zou ik ervoor opzetten? Nou, Magic Mike, ja. Magic Mike komt. Maar waarom ging jouw maatje Magic Mike noemen? Ja, dat vond hij gewoon leuk. Maar omdat dat ik vond wist. Ik wel leuk. Omdat dat ook een stripper was. En jij bent een stripper. Nee, ik ben geen stripper. Oh, ja. Bijnaam. Als bijnaam. Magic omdat je zo stripper. Cool bent, gewoon jij. Hey, Angelo, dat gaat niet zo snel, hè, dit. Ja, maar... Dat wordt een day. Maat. Oh. Wat? Dat wordt een wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik viel van mijn scootertje af als ik zo... Scootertje. 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 Angelo, scootertje. Map. Kijk uit. Je hebt hem nu helemaal gehaald. Ja. Er is nog iemand naast je. Wie is dat dan? Ja, dat Ryan. Ryan is er ook nog. Oh nee, jullie hebben alle twee een DNF. Helemaal niet. Je moet er niet meer jawel. Weg, toch? Ja, kijk nou uit jongens, doe dan een keertje rustig ook. Ja, maar ja, deze race is letterlijk 1 kilometer lang, hè? Moet je de vaart maken? Nee, je moet gewoon in het midden rijden en dan gewoon een wheelie maken. Oh, nee, in het midden rijden, Angelo. Oh? Het was wel een mooie stunt, hoor. Echt vallen. Wat map? Je gaat door de finish, hè, Mike? Ja. Nee, Mike, wacht even. Ja, let's go! Hij gaat niet wachten, hoor. Ja, nee, jullie hebben alle twee een DNF. Was dit de laatste race eigenlijk? Ik ben helemaal van mijn apropos, jongens. Ja, dat was de laatste race. Hoe kan je dit dan halen? Nou, met een aanloop op die manier. Als je aan de zijkant racen. Nee. Ik heb hem ook door het midden gedaan. Maar als je een vaartje hebt, dan kan je gewoon een wielen doen en dan heb je hem. Ja, nou, maar ik ben twee keer zo, oké, fair enough. Dat is wel waar, Ryan, maar ja, niet 3 keer. Ja, maar dat maakt niet uit. Die staat nog steeds positief. Kijk, hoe doen ze dan? Oké, ja, fair enough. Ja, nu gasje, maar nu is het DNF klaar. In ieder geval, de video van vandaag zit er weer op. Het ging weer over heel veel. Roost! Over helemaal niks. Dus bedankt voor het kijken, bedankt over sport. Ram natuurlijk zoals je kaart op lijkt op als je hebt genoten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Check Mike's kanaal, check Rijn's kanaal, check Angelo's Twitter uit. Links zijn in de beschrijving. En tot de volgende keer. Doei! Joe. Bye bye!